We zijn vandaag 11 augustus en maak een nieuw rondje op het biobedrijf van Inagro voor een nieuwe opname van Bio at Inagro. We zitten midden in een natse zomer sinds jaren. Dat hebben we ook gemerkt. Enerzijds hebben we weinig werkbare dagen gehad om te planten en voor de onkruidbestrijding. Al bij ons is het behoorlijk gelukt en onder controle. Ik moet mijn team dankbaar zijn voor hun volharding en hun inzet. Anderzijds, ook door het vochtige klimaat, zien we toch een verhoogde druk van ziekten. De aardappelplaag is heel actueel. Ook in zelden zien we septoria opduiken. Dus dat wordt toch wel bang afwachten. Dit is een tweede teelt bloemkool geplant op 20 juli. Zoals op veel bedrijven hebben de planten wat moeten staan op het erf, waardoor ze wat verouderd waren. Dat zie je nog altijd aan het gewas. Niettemin, ze is nu goed vertrokken. We hebben wat uitval door Zelktonia. Qua onkruidbestrijding hebben we vorige week één keer kunnen eggen tussen de buien door. En ik hoop eind van de week terug kunnen eggen of schoffelen. De rode witte kool hebben we door natte meimaand pas begin juni kunnen planten. Maar het gewas heeft sinds 10 een mooie inhaalslag gemaakt. De onkruidbestrijding was hevig. We hebben in juli hard moeten schoffelen en aangeaard. En meer dan gewoonlijk manueliedwerk gehad. Op dit moment is vooral de insectenbestrijding belangrijk. We hebben vorige week een eerste keer behandeld tegen rupsen van koolwitje. En normaal gaan we dit deze week nog eens herhalen. De aardappelen hebben dit jaar heel moeilijk. Hier hebben we Agria die gevoelig is voor plaag. En begin juli zat de plaag er al stevig in, ondanks behandeling met koper. We hebben vorige week gebrand om het gewas stil te zetten en ook de onkruid aan te pakken. Maar de opbrengst valt zwaar tegen. Hier staan we in het perceel Alouette. Alouette is normaal gekend als een resistente aardappel. Echter hebben we ook gezien eind juli dat het gewas ineens onderuit gegaan is als gevolg van de aardappelplaag. De opbrengstsortering is ietsje beter dan bij Agria, maar had toch nog wat mogen aandikken. We zijn in onderzoek nu met het PCA en de Nederlandse en Waalse collega's wat dit betekent voor de resistentie op langere termijn. De zomertarwe is ondertussen goed rijp. Ik hoop eind deze week te kunnen dorsen. De aardvulling valt mij wat tegen, wellicht door het natte weer in de bloei. Het is afhankelijk wat de opbrengst en de kwaliteit zal zijn. Hier hebben we dit stuk klaver ondergezaaid. Deze is heel mooi gelukt. Op andere percelen gaan we groenmester zaaien en stoppel. Ik kies dit jaar voor een mengsel van Facelia, al is een Rijnse klaver en winterwekken. De knolselder is ondertussen mooi aan de groei, maar kan onmogelijk zijn late plantdatum inhalen. We zien een heel mooi gewasstand. De onkruidbestrijding is tot op heden goed gelukt. De wiedag is echt wel de basis geweest. We hebben eind juli een eerste keer vak geschoffeld om het onkruid weg te nemen dat tussen de rijen stond. Ook op dat moment met de hand erdoor gegaan. En vorige week is hier terug geëcht geweest. Ik denk volgende week terug te schoffelen met torsiewieders. Wat mij voor de komende periode zorgen baart, is vooral septoria. Ik zie hier een eerste haard. De verwachting is dat deze met vochtige weer verder zal ontwikkelen. En zorgt voor belangrijke groeistilstand. En een effectieve bestrijding is in bio niet mogelijk. De teelt van de wortelen verloopt eigenlijk vrij gunstig. We hebben in het voorjaar de onkruidbestrijding vrij normaal kunnen aanpakken. En sinds 10 is het gewas dankzij de regelmatige regen eigenlijk heel vlot aan de groei. We zien op dit moment al een mooie sortering onder de rug. Dit gewas kan mooi aandekken in de komende periode. Het loof is nog altijd vrij gezond. Eigenlijk is wortelvlieg eind oktober wellicht de belangrijkste risicofactor. Hier staan we in de herfstprei van het ras Cherokee. Deze is nu volop aan de groei. We hebben half juli stikstofstaal gestoken en toen was ongeveer 160 kg stikstof beschikbaar. Dus dat betekent dat stalmest enerzijds en ook de voorteelt grasklaver
volop aan het mineraliseren is en er geen extra bijbemesting nodig is. Voor onkruidbestrijding zijn we tot half juli doorgegaan met de wiedeg. Dan hebben we één keer geschoffeld met torsiewieders en vingerwieders. En voorbije week eerste keer licht aangeaard. Wellicht gaan we dat begin volgende week herhalen. Qua ziektedruk en insecten is het gewas tot nader order vrij gezond. Maar het is natuurlijk afwachten hoe dat het verder evolueert.